Dit ben ik, Bas Kastelein. Ik ben arts voor verstandelijk gehandicapten, een tijdje. Met een einddatum, is gek hè? Ik ga dat laten verlopen, want ik ben in opleiding tot psychiater. Kijk of dat helpt. Daar ben ik pas geleden mee begonnen. Ik werk bij Dimens, een vrij grote GGZ-instelling, zo'n beetje regio Overijssel, een stukje Drenthe. En ik denk dat ik sinds 2022, eind 2022, bij het COT Oost-Nederland zit. En dan zit ik dus gewoon in het team. Niet zozeer alleen maar op afroep, maar ik mag me overal altijd tegenaan bemoeien. En dat hebben ze geweten. Geen andere belangen. Nou, sta ik hier op de goede plek met het goede onderwerp. Medicatie is niet het meest belangrijke onderwerp waar we tegenaan lopen, maar ik denk wel dat het een belangrijk onderwerp is. En of het een goed idee was, daar gaan we samen achterkomen. Een aantal dingen zijn ons opgevallen in ons COT en ook gewoon als ik werk met onze doelgroep, dan vallen mij steeds dezelfde dingen een beetje op als we het hebben over medicatie, voorschrijven en gebruik in ingewikkelde situaties. We kunnen het hebben, moet ik even kijken of ik daar aan het eind tijd voor heb, anders laat ik die even vallen om het over verschillende typen medicatie te hebben. Welke medicatie zien we nou steeds langskomen en wat betekent dat eigenlijk? Terugkerende valkuilen in de behandeling bij crisissituaties. We kennen die casuïstiek denk ik wel, de mensen die in COT-teams zitten of direct bij de behandeling betrokken zijn. Van die medicatielijsten, dat je denkt van hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou zo gekomen zijn? Hoe zit dit nu? Of een team dat tegenover je zit met een hartstikke ingewikkelde situatie en dan vraagt aan jou van ja, eigenlijk hebben we vooral een medicatieadvies. We zijn eigenlijk op zoek naar dat ene pilletje wat ons nog verder gaat helpen. Waarmee ik al een klein beetje richting de anti-wanhopia aan het zoeken ben. Maar vooral wil ik dan ook handvatten voor het COT, wat we mee aan de slag moeten aan het eind. Vroeger hebben we geleerd om multidisciplinair te werken. Dat is iets van een tijdje geleden. Dan zaten alle disciplines samen in dezelfde ruimte. Patiënt en eventueel dienstvertegenwoordiger erbij. Die zaten als een malle te schakelen tussen iedereen die daar in dat grote overleg zaten. Manager zorg mag de boel voorzitten. Persoonlijk begeleider doet het echte werk. De gedragswetenschapper die mag voor diagnostiek en therapie meedenken. En de arts zit zijn e-mail weg te werken totdat het over medicatie of iets medisch gaat en dan veert hij op. Dat is multidisciplinair, want alle disciplines zijn aanwezig. Gelukkig mogen we inmiddels bij de COT's van interdisciplinaire teams spreken. Dus we mogen meedenken met elkaar. Ik hoop dat ik als dokter, het is mij heel geduldig en heel langdurig en bij herhaling uitgelegd, ik hoop dat ik aan het begin al mee mag denken voordat die medicatie om de hoek komen kijken. Ik hoop dat ik al mee mag denken over personele bezetting en perikelen. Ik hoop dat ik mee mag denken over SI-therapie en andere diagnostiek. Maar dan hoop ik dus ook dat alle andere leden van ons mooie COT ook met mij meedenken over medicatie. En ook als die dokter niet in de ruimte is, het is niet altijd even makkelijk om een dokter erbij te boeken, dat er dus wel al nagedacht wordt over medicatie en dat het al onderdeel is van het gesprek. En het lukt alleen maar als ik hier probeer alvast wat van die dynamiek in het hele medicatiebeleid te bespreken met mensen waarvan in ieder geval het merendeel niet per se dokters zijn of geneeskunde hebben gestudeerd. Maar het idee van interdisciplinair werken is dat het twee kanten op werkt. En dat gebeurt dus ook. Dan was ik niet bij een gesprek, maar dan zegt de case manager tegen mij van joh Bas, er is toch iets raars met die medicatie aan de hand. Ik heb het vast een beetje uitgevraagd. Hier heb je de voorgeschiedenis en misschien wil je volgende keer mee om het verder uit te puzzelen. Ja, mooi. Dus nee, geen zorgen. Ik ga jullie geen mini-voltijdstudie geneeskunde aandoen. Wel een poging om wat meer inzicht te krijgen met elkaar. Van joh, wat gebeurt er nou? Ik ben ook heel erg benieuwd als jullie nog andere dingen langs zien komen waar ik helemaal niet aan gedacht heb. Misschien zijn die wel leuk om uit te wisselen. Noem ik een middel en denk je van joh, hoe zit het nou? Of krijg je eens een heel specifieke vraag over een geneesmiddel? Dan is het farmacotherapeutisch kompas gewoon voor iedereen bereikbaar. Hè? Daar zitten al die bijwerkingen, bijsluiters en dat soort dingen zitten erin. Daar hoef je geen dokter voor te zijn. Er staat gewoon in redelijk begrijpelijke taal wat het voor middel is en waar je het voor mag voorschrijven. De dokter moet het uiteindelijk voorschrijven, maar waarvoor het misschien voorgeschreven is. Komt een man bij het COT. Ik maak even geen oogcontact met de case manager, want misschien heb ik een paar dingen verkeerd opgeschreven. Maar in ieder geval verbale onrust, psychotische, waanachtige belevingen. En dan voornamelijk in de nacht. Hij raakt dan gespannen, angstig, raakt de context kwijt, weet niet meer waar hij is, weet niet meer wat er om hem heen gebeurt en vult die leegte en die verwarring vult hij in met zijn eigen gedachten. Oh jee, ik hoop niet dat er iemand door het raam naar binnen komt. Wat was dat geluid? Ik denk dat iemand mij iets aankomt doen. Toenemende angst. De GGZ doet de medicatie. 24 uur zorg gaat via een VG-zorgaanbieder. En de GGZ heeft uiteindelijk gezegd, van joh, hier moet eigenlijk een arts VG bij. We vinden het prima om hierbij te ondersteunen, maar
kan er geen AVG bij komen. Nou, die was nog niet gevonden. Helaas iets wat we natuurlijk ook al vaker horen in de landen. Het team maakt een overbelaste indruk, want die krijgen met heel veelvuldige agressie te maken. Die haken aan op het moment dat er onrust is in de nacht. En ondanks hun signaleringsplan en ondanks alles wat zij daarin hebben geprobeerd bij te zetten, krijgen ze regelmatig nog aardig voor te kiezen. En het overbelaste team, eigenlijk volgens de dynamiek die de vorige spreker ook wel beschreef, niet begrijpen wat hier nou aan de hand is. En in die altijd onzekerheid leven. Van ja, het gaat nu wel goed, maar stel dat het in mijn dienst niet goed gaat. Ben ik nou echt aan het werk met de cliënt of hoop ik vooral mijn dienst heel huids door te maken? Op het moment dat die schakeling gemaakt wordt, ja, dan ontstaat een hele grote leidensdruk natuurlijk bij teams. En dat kan ik me goed voorstellen. Ik heb als dokter makkelijk praten. Ik ga in en uit. Ik hoef niet de hele dag mijn eigen adviezen vervolgens op te volgen. Matige verstandelijke beperking, die is een beetje harmonisch over het spectrum heen. Sociaal-emotioneel, 6 à 12 maanden. In een testsetting, dus als alles goed gaat, 6 à 12 maanden. Als hij gespannen raakt, is dat natuurlijk minder dan 6 à 12 maanden. Ik kan me ergens wel voorstellen dat als iemand de wereld voelt door de lens van iemand van 6 maanden oud of van 12 maanden oud, en die is angstig in de nacht, dat heel angstig is. Dus dat vind ik invoelbaar. Diagnose, geen schizofrenie, geen echte depressie. De GGZ heeft er wel naar gekeken of joh, kunnen we dan daar iets in vinden. En uiteindelijk noemen we dat impulsdoorbraken bij chronische overvraging. Er wordt te veel gevraagd van deze patiënt. Hij heeft niet zozeer een psychiatrische ziekte, maar vanuit die angst en vanuit die overvraging gebeuren vervolgens dingen waardoor hij loskomt van de werkelijkheid. Wat je dan vooral eigenlijk sociaal-emotioneel uit kan leggen. Medicatielijst. Nou, wij gebruiken nog wel meer dingen, maar dit zijn eigenlijk de psychofarmaca die erop stonden. En laat ik het even vertalen in normaal Nederlands. Ik kreeg een sederend middel, een angstremmer, hoge dosering, een pammetje, maar echt een hoge dosering van een pammetje. En al lange tijd. En daarbovenop mocht hij ook nog eens een hoge dosering extra innemen op het moment dat de spanning toeneemt. Er zaten afgelopen weken misschien 1 of 2 dagen tussen dat hij niet zijn volledige, maximale, zo nodig dosering er ook nog eens overheen heeft gekregen. Dus eigenlijk was er geen noodmedicatie meer. Hij had altijd al maximaal. En dat was ook wel een beetje de vraag van, joh, Bas, kunnen we hier even kijken met die medicatie of er nog iets is? Hebben we nog een middel wat hier nog bij mag, want we zijn er nog steeds niet. Een pijnstiller die hij off-label krijgt, dus niet voorgeschreven zoals de fabrikant dat middel bedoeld heeft. En ook niet zoals het in onze richtlijnen staat, maar een bijwerking van deze pijnstiller is dat je er behoorlijk moe van wordt. Nou, als je die dan vlak voor de nacht geeft, dan hoop je dat iemand daar moe en slaperig van wordt. Een allergiemiddel met hetzelfde verhaal, via een ander weg in het brein is die ook sederend als bijwerking. Antipsychoticum, 1¼ van de maximale dagdosering, dus meer dan dat je eigenlijk vanaf de fabrikant logischerwijs toe zou mogen dienen. Hier is overal wel over nagedacht. Er is wel een reden waarom deze medicatie is voorgeschreven. Off-label voorschrijven mag, doe ik zelf ook heel erg vaak. Alleen je moet wel heel goed bij jezelf te raden gaan van oké, hoe lang doe ik dit dan? Hoe zit het dan met de dosering? En heb ik wel duidelijk opgeschreven dat ik off-label medicatie aan het voorschrijven ben. Dus bij ons kwam de vraag binnen van, joh Bas, kijk eens of er nog wat meer medicatie te bedenken is. Wij hebben een tegengesteld advies gegeven. We zeggen, joh, eerst die off-label spullen eraf. Want het werkt niet. Al die medicatie die je nu hebt gestart, wij konden maar moeilijk terugkijken door de evaluaties heen of het nou überhaupt effect had. En er werd steeds wel wat bijgestapeld, maar dat werkt helemaal niet. Dus eerst off-label afbouwen, hebben we gezegd. Maak eerst maar weer ruimte. Begin met spoedmedicatie. Zorg dat je weer een situatie hebt waarin je noodmedicatie noodmedicatie is. En dus niet meer elke dag gegeven wordt, maar alleen als het nodig is. En bepaal met elkaar wanneer dan het goede moment is om dat te doen. En revisie diagnostiek, terug naar de tekentafel. Als al deze medicatie niet werkt, dan moet je je afvragen of jouw oorspronkelijke werkhypothese, of die wel klopt. Want anders zou het toch wel moeten werken, zou je zeggen. Want deze meneer heeft geen pijn, hij is niet allergisch en eigenlijk ook geen psychotische stoornis. Dus ja, deze bonte verzameling van geneesmiddelen past dan eigenlijk helemaal niet bij zijn hulpvraag, lijkt het. Hoe kan dat nou? Want dit is geen bijzondere casus. Hier hebben we er een aantal van. En jullie ongetwijfeld ook in die COT's. Dit gebeurt best wel vaak. Dit is niet de meest spectaculaire casus die we daarin hebben gezien. Dit is eigenlijk een beetje aan de orde van de dag. Eerst hoe het hoort, hoe we het ooit geleerd hebben. Als je medicatie voorschrijft zoals het hoort, in de ideale wereld. Nooit meegemaakt, die ideale wereld. Maar je moet een theoretisch kader hebben om het aan op te hangen. Ga je eens rustig zitten met elkaar, je doet de diagnostiek die je nodig hebt, psychodiagnostiek, beeldvormend onderzoek in het ziekenhuis voor mijn part, labonderzoek, dingen met de stethoscoop, al die dingen die moeten gebeuren om je een goed beeld te schetsen. Heteroanamnese, hè? Ga ik met de familie en het hele systeem zitten om te kijken van joh, hoe zit dit nou, hoe is het nou door het leven zo gekomen? Fijn dat ik er nu ben, maar u kunt die persoon een stuk langer, kunt u ons hier mee doorheen nemen wat hier aan de hand is?
Niet-medicamenteuze opties, als stap 1, kunnen we het op een manier oplossen dat we niet gelijk naar de pillen hoeven grijpen. Want veel van de niet-medicamenteuze opties, CGT, slaaphygiëne, puur een ander methodisch kader in je begeleiding, heeft natuurlijk veel minder bijwerkingen dan al die antipsychotica die we voorschrijven. Afweging maken, voor- en nadelen met de patiënt, vertegenwoordiger, het hele team. Voor joh, waarom geven we die medicatie eigenlijk? Ik vind altijd dat het enige wat je van medicatie mag verwachten, is dat het de situatie naar een punt brengt dat je niet-medicamenteuze dingen wel weer gaan werken. Dus als therapie niet wil lukken, dan ga je naar medicatie kijken, dan ga je proberen of je de situatie naar een punt kan brengen dat therapie wel weer lukt. Meer mag je eigenlijk niet verwachten van al die psychofarmaca. En dan starten we van medicatie, als het even kan volgens de richtlijn. Elk type medicatie valt wel in een richtlijn. Sterker nog, moeilijk verstaanbaar gedrag. Het heet probleemgedrag nog, maar goed, dat heb je met de richtlijnmakers, waar ik er zelf eentje van was op dat moment, excuus. Ook bij moeilijk verstaanbaar gedrag, bij verstandelijke beperkingen, er bestaan dus richtlijnen voor. Ook in crisissituaties, die zijn er. En ik denk dat wij als COT, omdat wij er later bij gevraagd worden, best wel eens de vraag zouden mogen stellen. Van joh, wij weten dat hier een richtlijn voor is, heb je die erbij gepakt? Zo ja, waar zit je dan in die richtlijn? En zo niet, waarom heb je die niet bijgepakt? En het zijn er misschien dingen over het hoofd gezien. Ook voor hyperspecifieke zorg op compleet onverwachte momenten zijn dus richtlijnen. Die bestaan gewoon. En als je dan iets voor gaat schrijven wat helemaal niet in een richtlijn zit, dan is dat dus off-label gebruik van medicatie. En dan komt bijvoorbeeld ook de wet zorg en dwang om de hoek. Nou, dan heb je het voorgeschreven, hè? Dan ga je evalueren. Want dat doe je, van tevoren afgesproken. In het begin evalueer je heel erg vaak. Daarna evalueer je wat minder vaak. Daarna evalueer je soms. Maar op elk moment moet duidelijk zijn wanneer het volgende evaluatiepunt is. En waar mensen tot die tijd op moeten letten. Dus het heeft voldoende effect, dat is mooi. Dan ga je de laatste dosering zoeken van het middel wat je net hebt gevonden. Of de medicatie heeft onvoldoende effect, nou, dan ga je de dosis aanpassen. Ga je kijken, van, willen we een beetje omhoog of is dit hem niet? Gaan we stoppen met dit middel en gaan we een ander middel proberen. Wat in het verlengde ligt van de hypothese die ik heb. En daarna blijft altijd de taak om te gaan kijken of je het af kan bouwen. Dus het is nauwelijks medicatie die je levenslang voorschrijft. Zeker psychofarmaca niet. Dus op elk moment moet iemand weten van ja, ik heb nu deze medicatie, zal nog wel even duren, maar dan en dan ga ik weer met de dokter praten en tot die tijd moet ik dat en dat samen met begeleiding in de gaten houden. En ik verwacht dus ook dat wanneer wij bij zo'n casus ingevraagd worden bij iemand die al 14 keer een aanhoudershept heeft gemaakt, dat ik dus al 14 keer een evaluatierapportage moet kunnen krijgen. Zo niet, dan moet dus het evaluatieproces op de een of andere manier verstoord zijn geraakt. Oké, nou, stel hè, dat de ideale wereld niet bestaat, dan nu de situatie in crisissituaties. Spoedvraag. Je zit druk in je spreekuur, er komen heel veel mensen staan er nog op de planning, je bent natuurlijk al uitgelopen en een muitenij in de wachtkamer staat op de loer. En je krijgt een telefoontje van, joh, dok, help, er is nu iets aan de hand en je moet er wat mee. Dat is prima overigens, daar zijn we voor, maar dat zijn dan die situaties waarin spoedvragen binnenkomen. Heb je al minder ingang tot anamnese en diagnostiek? Je kan niet meer rustig gaan zitten. Je kunt niet even zeggen van oké, nou ik hoor dat er forse impulsdoorbraak is. Ik ga eens even overleggen met het ziekenhuis of we niet een aantal labonderzoeken kunnen doen, want ik weet niet helemaal hoe dit zit. De tijd heb je vaak niet. Dan staat er dus ook een grotere kans op meerdere werkhypothesen. Hij ziet dingen die er niet zijn, kan een psychose zijn. Hij is erg angstig, kan een depressie zijn of een angststoornis. Hij heeft ook wel een moeilijke week gehad, dus het kan overvraging zijn. Dus in plaats van dat ik bij één idee begin, heb ik nu dus al drie verschillende werkhypotheses, elk met hun eigen behandelprotocol, want het overlapt echt niet zo heel erg met elkaar, wat je dan als beste ingang kan kiezen. En dan sneeuwen dus ook vaak je niet-medicamenteuze interventies in, dus of daar is geen tijd voor om die te doen. Je kunt geen therapie starten als iemand net zijn slaapkamer kort en klein heeft geslagen, snap ik ook wel. Alles is al geprobeerd, maar die dokter was er niet bij. En dat vind ik het meest torpederend voor mijn werk in dit soort situaties, om dan toch maar even te gaan klagen hier op dit podium. Jullie kunnen niet anders, dus ja, dan sta ik hier toch. De dokter er helemaal bij vragen wanneer alles al mislukt is, dat torpedeert dus dat interdisciplinaire proces. Dan ga je terug naar multidisciplinair werken. Dan kijk je van, nou, de dokter is nog niet geweest, we zetten alles op pauze, we stoppen met alles wat we aan het doen waren, want het is niet gelukt. En nu eerst de pillen. En als die klaar is met die pillen, gaan we dan weer verder met wat we aan het doen zijn geweest. Daar heb ik als dokter dus ook niks aan. Want ik heb al die niet-medicamenteuze opties staan ook in mijn richtlijnen. Ook daarmee ben ik opgeleid. Ik ben ook een diagnosticus. Een matige diagnosticus, maar ik ben ook een diagnosticus. Dus dat hele proces daarvoor, daar wil ik ook bij zijn. Omdat als ik alleen maar helemaal in het eind van mijn richtlijn dat ene dingetje nog mag doen, dan heb ik helemaal geen ruimte.
En de kans dat ik dan iets nuttigs doe en iets bijdraag is een stuk kleiner geworden. Dus alleen deze dynamiek zorgt er al voor dat de kans dat ik op een nuttige manier bij ga dragen een stuk kleiner is geworden. Oké, nou je start medicamenteus beleid 1, Lora's bam, prima, 3 keer per dag, kijk maar. Dan heb je dus al minder afstemming op de situatie van de patiënt, minder kans op effect en meer kans op bijwerkingen, want ik weet helemaal niet precies wat er aan de hand is. Ik zeg niet dat dit per se fout is, dit kan gebeuren, maar dit is de dynamiek die ontstaat. Dus ik probeer een beetje toe te werken naar begrip van, hoe kan het nou dat iemand zo'n bonte medicatielijst heeft, of dat die medicatie zo'n eigen leven gaat leiden. Dit is wat er gebeurt. Ga je toch evalueren, hè? Of je wordt een tijdje later opnieuw gebeld, dat hangt er maar vanaf. Dus of het werkt, nou houden we zo, want we willen niet opnieuw een crisis, dus niet meer aankomen. Klaar. We willen niet terug naar die oude situatie, we hebben iets gevonden dat werkt, dus niet meer aankomen. Waarbij we dus ook het hele evaluatieproces verstoren, want blijkbaar ligt het niet op tafel om af te gaan bouwen. En soms moet je dan heel ver komen, als je dit van tevoren niet goed ingeregeld hebt, om mensen te overtuigen dat deze medicatie helemaal niet voor altijd is. Dat die ook weer omlaag moet. Waardoor de kans dat het eerste middel blijft gehandhaafd gewoon een stuk groter is geworden dan wanneer het niet een crisissituatie was. Had het geen effect, nou dan gaat het proces opnieuw van start. Opnieuw een spoedvraag. Ja, het werkt niet. Wat nu? Nog minder tijd voor anamnese en onderzoek, want al die vragen die je nu stelt heb je vorige keer ook al gevraagd. Kom maar met de volgende hypothese, want die eerste werkt niet. Dus nou, dan gaan we naar de volgende. Nou, dit is misschien geen psychose, zal het dan toch angst of een depressie zijn? En dan, in deze fase zie ik vaak dat het risico wachten op de dokter op de hoek komt kijken. Dan is dus het hele multidisciplinaire, interdisciplinaire proces is aan het vervagen. Want we zijn aan het wachten voor, als die dokter nou eerst eens die pil regelt, of hoe regelen we eigenlijk een dokter, kunnen we daarna verder met wat we aan het doen waren. En de bedoeling was dat we één verhaal aan het maken waren met z'n allen. Start je medicamenteus beleid nummer 2, op basis van je tweede werkhypothese. Nou ja, het is hypothese 2, dus de kans dat ik gelijk heb is kleiner dan bij die eerste hypothese, anders was dat wel hypothese 1 geweest. Dus de kans dat ik nog iets zinnigs kan doen is kleiner, want het is mijn tweede hypothese. Dus ik ga van 60% kans dat ik wat nuttigs kan doen, naar 10, 15% kans dat ik wat nuttigs kan doen. Die statistiek is niet eens zo gek, zo gaat het ongeveer, op de grote hoop. Middel 1 was er nog, maar ja, we gaan middel 2 starten, dus die stapelen we boven op elkaar. Ik kijk wel even of dat veilig is zelfs en naast elkaar mogen bestaan, maar ik ga ze op elkaar stapelen. En even probeer ik dan om een systeem te zoeken in het brein wat nog niet gebruikt wordt door het eerste middel. Dan heb ik dus een misschien helpend middel gestapeld op een niet helpend middel. Bijwerkingen en interacties, die hebben hier helemaal geen rekening mee, die stapelen natuurlijk altijd. Ik bedoel, bijwerkingen, die zijn er nu eenmaal, die horen bij elk middel. En als je gaat stapelen, dan stapelen die ook. Heb je dan wel effect? Nou, je middelen 1 en 2 zo naast elkaar, want houden zo, niet meer aankomen. We hebben net een beetje rust, we zijn net de boel aan het stabiliseren, dus niet aan die medicatie gaan sleutelen. Heeft het geen effect, gaan we naar hypothese C en middel 3. Bij de meneer die ik presenteerde waren we dus bij hypothese E en middel 5. Dus er werd steeds gestapeld, steeds geen enkele aanwijzing dat het werkte. Maar de dosering was maximaal. Oké, welke receptor in het brein hebben we nog niet gestimuleerd? Gaan we daarmee verder. En dan krijg je dus zo'n stapeling van medicatie die... Ja, naast elkaar misschien wel veilig is, maar in ieder geval onwenselijk. En het voor iedereen onmogelijk maakt om de persoon echt te helpen. Waarschijnlijk niet eens te zien hoor, maar ik heb een stukje uit die richtlijn probleemgedrag gevist. Daar staat dus een heel medicatiedeel in. En dat is zo'n klein stukje onderaan de pagina, want daarboven staan al je andere interventies. Het is een lang stuk. Het stuk is nog lang niet af. Ik heb eraan meegeschreven. Inmiddels versie 2 is er. Ik realiseer me ook dat het nog steeds 80 pagina's is of zo. Maar er staan echt zinvolle dingen in. Het is niet verkeerd om als COT, hè, als derde lijn kom je erbij, om dan te zeggen, joh jongens, waar zijn jullie met de richtlijn? Want 9 van de 10 keer zal het systeem je aankijken en zeggen van, welke richtlijn bedoel je? En dan heb je dus kans dat je nog heel veel dingen op kan halen. Want ook dit is gewoon voor crisissituaties en crisisinterventies, zijn die stappen heel erg goede adviezen. En begint er langzamerhand een beetje bewijs en een beetje evidence begint er te verzameld te worden over hoe we dat beter kunnen doen. We zijn vooral met VWS nog heel erg aan het experimenteren hierin. Maar als je niet ergens begint, ja, dan kom je ook nergens. Dus langzamerhand begint dit te werken en we verwachten 1 keer in de zoveel tijd een nieuwe richtlijn op te leveren. 70 pagina's, 60 pagina's, 40 pagina's, totdat het een richtlijn wordt waarbij je niet meteen in paniek raakt op het moment dat je hem openklikt. En misschien mag die moeilijk verstaanbaar gedrag heten de volgende keer, maar ja, het is niet alleen aan mij. Eens even kijken. Ik ben 20 minuutjes bezig. Ik heb zelf het gevoel dat ik wel even tijd heb om een paar veel voorkomende medicijnen mee te nemen. Ja? Mag wel, hè?
Nee, vraag mag ook tussendoor hoor. Als er nu al vragen zijn aan mij van dit stukje, dan ben ik erg geïnteresseerd. Mag natuurlijk ook aan het eind nog. Ga ik even door. Dit is altijd super, super eng, hè? Want ik moet even mijn narcisme een beetje opzij halen, dat het allemaal heel ingewikkeld en heel interessant is. En daar heb ik jaren voor geleerd en dat snappen al die mensen niet. Dat is natuurlijk niet waar. We zien een aantal grote groepen in medicatie zien we langskomen. Ik verwacht niet dat jullie aan het eind van dit praatje ze uit elkaar kunnen houden en al die merknamen kennen. Maar soms is het aardig om een keertje die onderliggende dynamiek te horen. Omdat ik denk dat in een COT, waarbij je met elkaar meedenkt, het gewoon goed kan zijn om dit soort dingen een keer met elkaar te bespreken. En als je het interessant vindt, dan haak je daar nu op aan. Benzodiazepines, pammetjes. Een aantal mensen in de zaal die ze gebruiken. Meer mensen in de zaal wiens moeder of grootouders ze gebruiken. We proberen ze een beetje uit te faseren en niet meer te gebruiken voor situaties waar ze niet voor bedoeld zijn. Oxazepam, lorazepam, diazepam, temazepam, lalalapam. Doorgaans zijn dat de benzodiazepines. Kortdurend een verdovend effect. Dus als je hem heel kort geeft, bijvoorbeeld temazepam, bij iemand die kortdurend slaapprobleem heeft, omdat er een nare situatie aan de hand is, komt een man bij de dokter, joh, oma is overleden, ik moet een aantal keer naar hem waken, ik moet wat dingen gaan regelen met de familie en er komt een begrafenis aan. Dat is straks wel weer beter, maar ik slaap niet, ik moet iets. Nou, dan ben ik ook nog wel geneigd om te kijken of we met temazepam even kunnen overbruggen. Maar dat effect is na een weekje of twee nog niet helemaal weg, maar het begint wel minder te worden. Dus als je dit als slaapmedicatie geeft, dan gaat het snel uitdoven. Want het brein dat wil helemaal dit middel niet. Dus die gaat zich aanpassen aan die pammetjes. Dus die zorgt ervoor dat ze steeds minder goed gaan werken. Dan krijgen ze een risico op gewenning. Van het werkt dus niet zo goed. Maar ook een risico op verslaving. Als je dan vervolgens gaat proberen af te bouwen, dan opeens slaapt iemand niet meer. En dat komt niet omdat het middel zo goed werkt. Dat komt omdat het brein denkt van waar is het medicijn gebleven. Dus die verslechtering komt dan door de medicatie. En niet omdat er een ernstig slaapprobleem onder ligt. En dat is waarom dit middel soms zo moeilijk af te bouwen is en we soms in een loopgravenoorlog met onze eigen patiënten terechtkomen hierover. En dit weten veel behandelaars ook niet, maar op lange termijn is het een redelijk goede angstremmer. Ik heb nog wat mensen onder behandeling, bijvoorbeeld met autisme, vroeg die MCDD-diagnose, mag ik dat nog zeggen? Of mag dat niet meer? Ja, hij bestaat nog. Die net met een heel klein beetje benzodiazepines, dan hoef ik dus geen antipsychotica te geven om ze helemaal te dempen, maar net hiermee de dag doorkomen. En die gebruiken ze al weken en ze worden er echt niet moe meer van. Maar als angstremmer werkt hij nog. Dus er zijn indicaties te bedenken waarbij je ook deze wat langer geeft. Omdat als angstremmer blijven ze gewoon hun werk doen. Ook op de wat langere termijn. Veel dokters weten dat ook niet. Dus misschien leuk om het mee te nemen. Antidepressiva. Ongeveer twee categorieën. Ik weet niet of dokters in de zaal zitten, want die zitten nu met hun tanden te knarsen. Maar moeten een resolutie kiezen. De moderne, de SSRI's. Die kunnen we helaas niet aan hun naam herkennen. Maar goed, citalopram komt vaak voor. Sertraline, fluoxetine. Dat zijn de modernere antidepressiva die we als eerste keus hebben. Ze zijn ongeveer even effectief als therapie. Beter is nog om een SSRI en therapie naast elkaar te geven en daarna de SSRI er weer onder vandaan te halen. Het zijn redelijk goede angstremmers. Het zijn wat milde antidepressiva, maar het bijwerkingpatroon valt mee. Dus die kiezen we als eerste. Dan hebben we de klassieke, wat ouderwetse antidepressiva. Die werken een stuk sterker tegen depressie, maar hebben ze ook een stuk meer bijwerkingen. De dooddoener in de spreekkamer is, als je bijwerkingen hebt, dan werkt het wel. Als deze middelen geen bijwerkingen geven, dan is vaak het antidepressieve effect bij die persoon ook niet zo hoog. Trage medicatie. En dat vind ik wel belangrijk dat jullie het weten. Er is geen snelle manier om een depressie goed te behandelen. Antidepressiva, sommige mensen zeggen dat het na 3 dagen beter gaat. Helemaal prima, ga ik niet ontkrachten. Maar het werkt pas na 1 week of 4, 1 week of 6. En pas na 8 weken durf ik het te evalueren. Om eens te kijken van, joh, als we nou ook in je signaleringsplan en met begeleiding en met iedereen om jou heen eens kijken hoe het gaat. Hoe ziet het er dan uit over de afgelopen 8 weken? Bijwerkingen, dat is altijd het leuke van bijwerkingen, die heb je vanaf dag 1. Daar hoef je niet op te wachten. En dan is het goed om te weten, denk ik, dat die SSRI's behoorlijk kunnen leiden tot prikkelbaarheid. En mensen met een verstandelijke beperking, eigenlijk naarmate het niveau wat lager wordt, dus naarmate de controle over de eigen emoties wat ingewikkelder wordt voor mensen, zie je vaker prikkelbaarheid. Ik heb veel cliënten die in de eerste lijn of vanuit de psychiatrie een klein beetje citalopram hebben gekregen en het werkt niet, sterker nog, het wordt erger. Ja, dat zal prikkelbaarheid zijn erbij. Veel mensen die hiermee behandeld worden in de normale populatie, in de huisartspraktijk, dus mensen zonder een verstandelijke beperking, zeggen ook van ja, het werkt wel. Ik ben minder depressief, minder angstig, maar ik heb wel een korter lontje. Dus dat is bij die moderne antidepressiva speelt dat wel een rol. En de klassieke middelen, die verdoven een beetje. Die kunnen tot sedatie leiden.
Soms wil ik dat een beetje als bijwerking, dus dan kies ik die als ik iemand voor een depressie moet behandelen. Maar dat is een beetje het verschil. De moderne die prikkelen, de ouderwetse die dempen. Dan antipsychotica, kwam ook veel voor. Ook daar weer de ouderwetse en de moderne. En de moderne noemen we atypisch, want zo nieuw zijn ze ook alweer niet meer inmiddels. Klassiek zijn de oude middelen, die werken heel sterk antipsychotisch, Haldol. Als iemand echt psychotisch is, dan gebruik ik nog steeds graag haloperidol, omdat het een heel sterk antipsychoticum is. Dus mensen die hallucineren, mensen die dingen denken die wij niet denken, mensen die dingen zien of horen die wij niet kunnen zien of niet kunnen horen, of heel erg gedesorganiseerd raken, dan wil dit nog wel eens werken. Nare bijwerkingen, zeker in hoge doseringen krijg je bewegingsstoornissen, parkinsonismus, dat trillen, mensen die spierklachten krijgen, mensen die orofaciale dyskinesie krijgen, dus onrust in het gelaat. Dat is een nare bijwerking, want soms als je het medicijn stopt, dan blijft de bijwerking. Dus dat zijn bijwerkingen waar je altijd op moet reageren. Op het moment dat de stijfheid, trillen of dat soort dingen ontstaat, bewegingsonrust, bij deze middelen, dan moeten we daarop aanhaken. En dan is eigenlijk alles wat wij daarover leren als dokters erop gericht om dat wel te herkennen. Dus parkinsonisme bij medicatie is nooit goed. Je moet altijd aan de bel gaan hangen. Atypisch, ook niet te herkennen in de naamgeving. Quetiapine, olanzapine, aripiprazol, risperidon, allerlei verschillende varianten zijn ervan. Al dan niet gepusht door de farmaceutische industrie. Het hangt een beetje vanaf wanneer je opgeleid bent als dokter. Wat jouw lievelingsmiddel is. Want dat waren de artsenbezoekers die op dat moment langskomen. Olanzapine, heel anders dan de rest, werkt fantastisch. Aripiprazol, werkt heel anders dan de rest, werkt fantastisch. Quetiapine, heel anders dan de rest, werkt fantastisch. Ongeveer hetzelfde middel. Het werkingsmechanisme is heel erg vergelijkbaar bij deze verschillende middelen. Er zitten wat details in. Sommige zijn iets antipsychotischer dan dat ze verdovend zijn. Sommige doen iets meer op stemming dan op psychose. Maar het zijn subtiele verschillen. Het heeft vaak geen nut om 4 verschillende soorten atypische antipsychotica te proberen, want ze werken ongeveer hetzelfde. Ze zijn niet zo heel erg antipsychotisch, maar werken wel een stuk breder. Dus doen en iets op stemming, en iets op rust geven, en iets op psychose. Dus van die beelden waar meerdere dingen tegelijkertijd naast elkaar bestaan, wil het nog wel eens werken. Bijkomende effecten zijn sedatie, betere stemming, minder angst. Dat zijn de dingen waar je op stuurt, hè, die je wil. Bijwerkingen, nare bijwerking, gewichtstoename. Neem olanzapine, komen mensen gemiddeld 15 tot 20 kilo van aan bij het gebruik ervan. Met hart- en vaatziekten tot gevolg, suikerziekte potentieel. Dus dat kan heel hard gaan, zeg maar. Dus dat is eigenlijk iets waar, ik heb nog nooit iemand af zien vallen. Ook bij aripiprazol, die dan gemarket wordt als een middel waar je van afvalt. Nou, ik zie nog steeds heel veel mensen aankomen op aripiprazol. Ze zijn er niet zo heel erg zeker van. Dus dan wordt het heel belangrijk om te kijken of iemand niet qua gewicht uit de pas gaat lopen. Of er een suikerziekte ontstaat, hart- en vaatziekten. Dus dat soort dingen horen hier wel bij. Nou, dan gaan we naar onze sector toe. En daar zien we vooral veel als prikkeldemper. Dus geven een hele lage dosering. Zo weinig dat het eigenlijk geen antipsychoticum genoemd mag worden. Maar dan stuur je dus op de bijwerking, het verdovende effect. En iets op de stemming. En iets tegen verwardheid. Dat is dus off-label. Er staat in de brochure staat nergens dat je het als prikkeldemper voor mag schrijven. Dus dan is het een off-label gebruik. En valt het dus ook onder de wet zorg en dwang. En daar zie ik het dus wel weer eens misgaan in onze COT-casuïstiek. Soms als dooddoener, hè, we zien mensen wel schrikken. Dan is iedereen spullen aan het inpakken. En ik zeg van oké, en volgende keer wil ik even al jullie evaluaties van de wet zorg en dwang zien. Want jullie zijn off-label medicatie aan het voorschrijven. Soms zit er nog een deur op slot en staat er een hek omheen. Maar het off-label voorschrijven van psychofarmaca valt onder de wet zorg en dwang. En dus onder dat hele stroomschema. Je moet eens proberen om er vanaf te komen. Je moet mensen van buitenaf erbij gaan vragen om te proberen eraf te komen. En soms zien we dit wel als casus, waar mensen dit al 6 maanden gebruiken. Waar ik denk van, goh, verdorie. Als ze dit nou via de wet zorg en dwang hadden gedaan, dan was op maand 3 was er een team ingevlogen om hier alvast naar mee te kijken. Dat hebben ze niet gedaan, want ze wisten niet dat het onder de wet zorg en dwang viel. Dus heel veel evaluatie- en controlemomenten loop je ook mis. Ik was natuurlijk ook super kritisch toen die wet zorg en dwang begon. Van, joh, moeten we nou bij iedereen die met een bedhek continu de hele wereld erbij vragen om dat af te bouwen? Maar ik zie dus heel veel casuïstiek nu, ik ben ervan teruggekomen in COT, dat ik denk van, had het nou via de wet zorg en dwang gedaan? Want dan was je al gedwongen om er anderen bij te vragen om mee te denken over deze medicatie. Paradepaadje, sorry, maar nou ja, dat doet me wat. Die wetgeving is er niet voor niks.